Gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers liet minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie weten dat alle publieke functionarissen per 1 augustus verplicht zijn om hun persoonlijke inkomen en vermogen met vermelding hoe zij eraan zijn gekomen te registreren bij de Anticorruptiecommissie. Ja, dat is een proces om het zo te beginnen. Inderdaad, we hadden een streefdatum van 1 juli, die is voorbij. Maar waar de bekendmaking gaat eigenlijk erom dat we als anticorruptiecommissie, als ministerie, moeten beginnen met het opbrengen van de formulieren dat politici bijvoorbeeld, de mensen van de regering, DNA, ministers, hun inkomen en vermogen moeten registreren en dat via een notaris deponeren. Dit is een proces. We hebben 1 juli niet gehaald. We verschuiven op naar 1 augustus en proberen alles in place te krijgen om dat te doen. De faciliteiten die getroffen moeten worden, die in place moeten komen, betreffen allemaal issues van de Anticorruptiecommissie. En ik vergader elke week met ze om die deadlines te halen. En ik was hier voor het verplicht daar. Als je dat niet doet, loop je de kans om zekere, kijk je aan tegen een gevangenisstraf van 4 jaren. Maar er is een periode van 3 maanden om dat in orde te brengen. Dus vanaf de datum waarop de publicatie plaatsvindt op de website van de Anticorruptiecommissie, hebben betrokkenen dan precies 3 maanden om dat in te vullen. En na die 3 maanden kunnen er sancties komen.